Bank in Assen werden verdaagd. En alleen in het ziekenhuis was het iets drukker dan normaal. De gevolgen zijn natuurlijk dat we iets meer patiënten krijgen, hè, met opbreuken en dergelijke. En verder is het natuurlijk gewoon zaak om ook alle medewerkers naar het ziekenhuis te krijgen om bedrijfsvoering door te kunnen laten. Gelezen, de titel zit op 1,36. Meer dan een miljoen kilo zout is er gestrooid, maar de IJssel blijkt zeer lastig te bestrijden. En daarom zet de Rijkswaterstaat zijn laatste redmiddel in. En daarna naar Kamer 2 voor het kruisgesprek. Firestorm is een calamiteitenmachine en die spuit een persoonlijke onder een hoge temperatuur op het wegdek om hele harde korte tijd te lijken. Attentie, camera 2, 4, 3, 2, 1, 0. Klaar. Op volle kracht. Ja, terug naar jou, Martijn. Hoe gaan ze in het noorden de nacht in? Unisec. Nou, ook weer één vraag. Martijn, weg uit het shot. Attentie voor camera 1. Want dan begint hij weer heel erg glad te worden. Iets meer hoek naar links. Niet meer rijden. Ja, en 40 tot 50 op basis. Ja, we pakken nog 2. 2 is beter. 2 is beter. De eerste uren gesloten blijven. En net komen, zojuist komen alweer de eerste berichten binnen van... 2 en dan rij je Martijn eraf. De A37, KH28. Jammer dat ik daar geen kaartje heb. Attentie, camera 2. Zijn weer al meerdere auto's van de weg afgegleden. Dus we gaan hier weer een gladde nacht tegemoet. Oké. Okay. Kom maar, dan naar jou, Gerrit. Want de vraag is natuurlijk, ja, wat gaat er de komende uren nog gebeuren met die IJssel? Ja, het klopt helemaal. Wat echt super. Afgelopen uur is het ineens weer wat gaan regenen. We gaan ijzelen. Waar het al zo glad is. En dan is vooral dit gebied. Attentie, plek 2 in het scherm. Dat het gebied zich wat gaat uitbreiden.